Search for a shooting star in the sky, see what you find. Just to see what you find. Aeroplanes flickering in the night, passing me by. Oh, they're passing me by. Hallo. Hallo. Oh, dat is een spiegel geworden. Ja, is nog niet helemaal schoon hoor. Ziet er goed uit. Ja, nou weet je, het blad blijft straks toch weer vallen. En, maar dan is het voor ons even voor het gevoel netjes weer. En wie ligt hier? Mijn ouders liggen hier. Lambertus en Wilhelmina. Ja, ja. Pim en Miep. Ja, precies. Hoe krijg je ze bij elkaar, hè? Ja. En dan een aantal teksten, twee teksten. Die tekst is toen mijn vader is overleden, want je ziet mijn vader is in 2000 al overleden. Dat tegeltje dat is, heeft mijn moeder destijds geplaatst. Mijn allerliefste, ja. Nooit zal ik jou vergeten. Jij was mijn hartedief, de hele wereld mag het weten. Ik had je lief zo lief. Mooi hè. En toen hadden wij zeg maar die tekst van jullie waren de zon in ons hart. Dat was op de hoogte van een foto hier. Toen was het nog jij was de zon in ons hart. Want toen lag mijn vader er alleen natuurlijk, hè. En toen mijn moeder is overleden, nou, dan hebben ze dit allemaal eraf geslepen. En toen is alles in de jullie vorm geworden. En de trouwfoto staat erbij, volgens mij. Ja, dat is de trouwfoto van hun. Mooi, hè? Was het een goed huwelijk? Ja, nee, die hielden heel veel van elkaar. En ik ben ook blij dat mijn moeder achter is gebleven en niet mijn vader. Want mijn vader had dat helemaal niet aangekund. Zonder mijn moeder. Wat dan? Nou, die kon niet zonder mijn moeder. Dat hoor je heel vaak, mannen kunnen dat, ja, kunnen zich minder goed redden, zeggen ze dan. Maar zo is het wel. Ik ben heel blij dat mijn vader niet alleen achter is gebleven. Want dat zou hij praktisch niet kunnen? Of? Nee, met zijn emoties niet en gewoon zonder mijn moeder, nee, dat was voor hem geen leven. Zoveel hield hij van haar. Ja? Ja, en een vrouw is toch in dat opzicht wat sterker. Vind ik. Nou, gaan we wel. Jawel. Nee, maar dat is vaak zo. Wat vind jij? Hij zit ook te lachen. Ja, dat is ook zo. Oh, je moet het wel met haar eens zijn. Nee, ik ben het altijd, bijna altijd met haar. Nee, ja? Maar ik ben heel blij dat het zo. Ik had mijn vader natuurlijk veel langer willen houden. Hè, of hoe je het noemen mag. Maar ik ben toch blij dat het niet andersom was. En hoe waren ze als ouders? Goed, heel lief. Heel gezellig allemaal. Alles kon en alles mocht en ook al mijn vriendjes en vriendinnetjes. Of, oh, waarom ben ik jullie? Bij jullie is zo leuk. Ja, was zoete inval bij ons thuis. En wat maakt het zo leuk dan bij jullie? Gewoon, mijn ouders hielden heel veel. Er was veel liefde, hè. Dat maakt het heel leuk. Als je ouders van elkaar houden. Als je ziet dat je ouders elkaar altijd vasthouden en een kusje geven. Weet je, dat maakt een heel liefdevol gezin. Dat maakt gewoon heel leuk. En dat bleven ze doen tot... Ja, hand in hand op de bank altijd. Ja? Ja. Ja. Een goed voorbeeld. Ja, nou, wij doen dat ook. Ja, je hebt ook. En niet hand in hand, maar we zitten altijd lekker tegen elkaar aan. Ja. Moet je hem zien kijken ook, hè? Nee, maar dit is gewoon zo... Ik ben nog steeds verliefd. Mijn vader die gaf heel veel liefde aan mijn moeder. En andersom natuurlijk ook, maar ik denk dat van mijn vaders kant het nog wel sterker was. Die was helemaal idolaat van mijn moeder. Die kon ook alles maken en breken bij mijn vader. Ach. Oh ja? Struikel niet, hè? Hij zag, nee, ik heb mijn benen ver uit elkaar staan. Okay. Hij zag alles door de vingers. Ja. Hij vond haar zo lief. Ik vind het alweer wat netter eruit zien. En jij, nee? met wie had jij de beste band? De beste band. Het is altijd vader-dochter, hè? Is wat sterk. Nou, niet, ik zeg het verkeerd, het is niet sterker, anders. Meiden bij ons thuis sowieso, ik kom uit een gezin van 6 kinderen, waarvan 4 meiden en 2 jongens. Die waren allemaal papa. En natuurlijk hebben we ook heel veel van onze moeder gehouden. Maar die speciale band was er met onze pap. Kan je zeggen wat dat betekent, dat er zoveel liefde was bij jullie thuis? Wat dat voor verschil maakt? Nou ja, het verschil maakt natuurlijk dat je ook heel makkelijk een ander lief kan hebben. Hè? Dat je de liefde ook wel door kunt geven aan andere mensen. Lijkt mij. Ja, het is allemaal gewoon zo automatisch, gewoon zo vanzelfsprekend. Diezelfde liefde. Terwijl ik gezegd heb, laat je niet door mij eronder krijgen. Heb ik al van tevoren al gezegd. Ja?
Ja. Want dat risico bestaat bij jou? Misschien. Nee, maar hij is wel net zo lief als mijn vader altijd tegen mijn moeder was. Heb jij haar ook op zo'n voetstuk staan? Ja, zeker. Want zij doet ook alles voor mij. Dus ik bedoel, ja. Ik voel dat ook. Maar dat was al vanaf dag 1 dat ik haar aan leren kennen. Dus ik weet niet hoe dat komt. Hoe lang is dat geleden? Een jaar. Oh echt? Dus jij kent vader? Nee. Alleen van verhalen en van foto's en dat soort zaken. Oh, je hebt ze nooit gezien? Nee, helaas niet. Niemand. Jullie zijn een jaar samen. Ja. En je staat hier aan dat graf. Maar wat heb je dan toch nog een soort gevoel erbij? Of is dat helemaal... Nou ja, ik hoor bij haar. En ik vind, ja, alles wat zij doet met de ouders, heb ik nooit gekund. Omdat ik mijn biologische vader nooit gekend heb. En B, mijn biologische moeder is overleden toen ik 8 jaar was. Dus ja, dat is voor haar heel sterk en ja, ik probeer haar te steunen. Ik bedoel, ja, zo ben ik nou eenmaal. Dat zit in mij. Ik heb hem wel voorgesteld aan mijn ouders. Oh ja? Hoe ging dat? Het eerst hier waar ik ze nou, toen die hand in hand schudde, pap, mam, dit is Paul. Ja, die stonden hiervoor, zo? Ja, ja. En voor de rest ben ik niet bijgeloven, maar dat heb ik gewoon even gedaan. Ze kennis maken met mijn ouders. Nou, dat vind ik... Ja, die liggen hierin. Ik bedoel, ze zijn best wel dichtbij. Maar je hebt niet het gevoel dat ze het meegekregen hebben? Jawel. Want ik ben niet heel erg bijgelovig. Maar dan denk ik van, als ik niet zou geloven, zou ik het niet gezegd hebben. I'm leaving home for the coastline. Someplace under the sun. I feel my heart for the first time. 'Cause now I'm moving on, yeah, I'm moving on. Dag mevrouw. Goedemorgen. Hey, wie staat hier, u? Hier bij het graf van mijn zusje. En is dat haar... Nee, want er is geen steentje. Want ik heb... in 2016 gehoord waar mijn zusje begraven ligt. En wanneer is zij overleden dan? Zij is overleden in april 45. Dus in 45 is zij overleden, ja. En in 2016 heeft u gehoord waar zij begraven is? Ja, dat heb ik nog gehoord, ja. Hoe kan dat? Nou, omdat ik als kind zijnde veel vroeg en mijn geboortehuis in vlammen opgegaan is. En als ik aan mijn moeder iets vroeg, dan zei ze, ja Marianne, we kijken niet achterom en we kijken vooruit. Maar is zij in die vlammen omgekomen? Nee, ze is niet in de vlammen omgekomen. Het geboortehuis is dan afgebrand. En ze gingen met ons lopen in de tweelingwagen. Ja. En waar naartoe? En toen zijn we bij Jorgen en Anna, heet dat nu, in de bunker terechtgekomen. En daar, zoveel mensen. Slechte voedingstoestand. We kregen allebei dauwworm. En... ja, ik was iets sterker, iets groter bij de geboorte. En mijn zusje wat kleiner, dus die heeft daar hersenvliesontsteking bij gekregen. En toen is ze overleden. En hoe oud was ze toen? 2 jaar en 4 maanden. En daar is verder niet over gesproken bij u thuis? Nooit. Nooit. Want het was uw zusje, of was het uw tweelingzusje? Ik ben een van de enige tweeling, ja. Dus zij is overleden en u heeft eigenlijk nooit meer iets over haar gehoord? Nee, ik wist niks. Tot ik hier over de begraafplaats ging. En toen kwamen wij langs deze kindergraven. En toen zegt Frank van het kerkhof. Nou, die kindergraven die hier zijn, die worden nooit geruimd. En toen zeg ik, of ik was alleen, dat schoot mij zo uit de mond. Nou, waar mijn zusje ooit is terechtgekomen. En toen zegt hij, nou, we kunnen wel kijken of het misschien hier is. Dus puur toeval? Puur toeval, ja. En toen gingen ze kijken? Nou, toen ben ik meegegaan naar het kantoortje. En ja, zo'n boek. En ik noemde haar geboortedatum en de datum van overlijden. Toen zegt hij, nou, je zusje ligt hier begraven. Hoe heet ze? Yvonne. Dus u zag daar voor het eerst? Ja. Waar uw zusje begraven, ja, ligt? Ja, ja. En wat voor gevoel gaf dat? Ja, dan komt er eerst... ben je blij dat je het weet? Toen kwam er een soort opstand in me, dat ik dacht, hoe kun je nou als moeder niet naar je kind gaan? Maar gelijk op hetzelfde moment, even later, dacht ik,
Ik begrijp het helemaal. Ik begrijp het helemaal. U begrijpt dat uw moeder niet op bezoek is gegaan? Nee, dat ze er niet over gepraat heeft. Want mijn moeder had ook maar één broer. En die is ook maar 26 geworden. Dus ik denk dat ze gedacht heeft. Ik sluit ze in mijn hart en dat is het. En we hebben het er niet over? En we hebben het er niet over. Want u heeft wel altijd geweten dat u een zusje... Ja, ik heb haar natuurlijk gemist. Kijk, je bent in een baarmoeder samen. Je speelt samen. Ik heb het gemerkt. Dat ze weg was. Want het heeft mijn hele leven bepaald. Het heeft mijn hele leven bepaald. Ik heb ook mijn opa toen ik 4 jaar was. Toen zaten we in die kwamen in noodwoningen terecht. En ik was dol op mijn opa, dus die ging ik 's morgens roepen. Opa. En ik zie hem nog liggen in zijn jager. En ik doe zo aan zijn arm, op schudden eerst. Nou, en toen deed ik zo aan zijn ooglid. Maar opa stond niet meer op. En ik ben altijd moeite blijven houden met afscheid nemen. Kijk, ik had makkelijk getrouwd kunnen zijn, want er waren mannen genoeg. Maar ik dacht, ik wil niet nog eens een keer een verlies lijden. Wat weet u van haar? Van mijn zusje? Mm-hmm. Dat ik er nog 1 foto van heb. En dat is mijn kostbaarste bezit. Want alles is in de oorlog verbrand. En dat zullen we van familie teruggekregen hebben. En daar durfde ik eerst nooit een foto van bij te laten maken. Bang dat er iets mee zou gebeuren. Maar dat heb ik natuurlijk wel gedaan, omdat er veel branden zijn. En ik dacht, stel je voor dat het verbrandt. Ja, dus ik heb ergens in een kluisje ook foto's liggen. En van mijn zusje. En nu, wat gaat u hier doen? Ik kwam hier even kijken, want ik wil een nieuw steentje. En wat gaat u erop zetten? Ja, haar naam natuurlijk. En datum van geboorte en overlijden. En de rest wil ik even niet zeggen. Sterkte. Ja, dank u wel. Time has told me you're rare, fine. Trouble cure for a troubled mind. Christine, we zijn hier in Uggelen, gemeente Apeldoorn. Je werkt in deze regio Apeldoorn, maar eigenlijk in een gebied dat veel groter is. Mm-hmm. Heb jij vaak ook contact met mensen voordat ze overlijden, als je uitvaarten van die mensen gaat doen? Ja, zeg maar 9 van de 10 keer. 9 van de 10 keer word ik al gevraagd als of een terminale situatie er al is, of gaat komen, of iemand voorziet dat hij komt te overlijden en het graag met mij wil bespreken. Ja, dus 9 van de 10 mensen ken ik al. Maar dat is relatief vaak, hè? Ja, dat is heel vaak. Ja. Hoe komt dat dan? Ja, dat komt omdat ik ook in die laatste fase nog veel kan betekenen voor mensen. Dus voor de familie, voor degene die komt te overlijden. En niet zozeer in het voorbereiden van wat willen ze nou allemaal precies. Maar veel meer in, ja, wat betekent die laatste fase voor mensen? Hoe gaan ze daarmee om? Ik zie dat mensen daar onzeker over kunnen zijn. En dat is natuurlijk ook een hele onzekere situatie, overlijden. Je hebt het nog nooit gedaan. Het is voor de eerste keer. Voor kinderen is het, of voor nabestaanden is het misschien niet de eerste keer, maar wel voor degene die komt te overlijden. En in die laatste fase kan ik daarmee ook heel nabij zijn en met ze meekijken om de keuzes te maken die bij mensen passen. En wat houdt dat dan precies in? Dat je eigenlijk even loskomt van je dagelijkse bezigheden. Ook als nabestaanden, als kinderen. Zo'n laatste levensfase moet je voorstellen, is niks meer zeker. En ben je aan het zoeken van, doe ik wel de juiste dingen voor mijn vader, mijn moeder, mijn oom of tante, wie je dan ook, hè, wie dan ook komt te overlijden. En dat is dus eigenlijk voor iedereen altijd een zoektocht. En daar waar ik al gevraagd word om te komen, kijk ik met mensen mee. En ze vragen mij van, goh, we willen graag alvast een en ander voor de uitvaart bespreken. En dat doen we dan ook. Ja. Daar is ook een lastige dynamiek in dat mensen denken, mag ik het al over de uitvaart hebben terwijl mijn vader nog stervende is? Hè? Mag dat wel? Ja. Dat is ook een zoektocht voor ze.
En ik merk dat als we het daar wel over kunnen hebben, in alle rust en zeker ook nog met degene erbij die komt te overlijden, dat die dingen nog gezegd kunnen worden die ertoe doen. Dus als je bezig bent met het voorbereiden van die uitvaart, zie je ook dat er daarbuiten nog dingen gezegd worden door mensen tegen elkaar. Ja. Wat voor dingen zijn dat dan? Ja, wensen die er zijn waar kinderen last van hebben. Bijvoorbeeld dat iemand zegt, ik wil niet dat iemand mij nog ziet na overlijden. En waarop kinderen zeggen of weten van zichzelf dat ze het belangrijk vinden om ook van het lichaam afscheid te willen nemen en ook te mogen nemen. Dus daar waar de een zijn wens heeft, heeft een consequentie voor de nabestaanden. En als die niet samengaan, dan zitten nabestaanden soms na overlijden met een bezwaard gevoel in hun maag van papa wilde het niet, maar ik heb het wel nodig of ik vind het wel belangrijk. En dat wat je nog kan bespreken voor overlijden en los kan maken voor overlijden, werkt helend. Zielskracht is een belangrijk woord voor jou, heb ik begrepen. Wat betekent dat? Ik ga ervan uit dat ieder een ziel heeft. Jij en ik en iedereen om ons heen. Ik heb ook het idee dat we die ziel behouden, alleen het lichaam niet. Ik maak als het ware de brug in zielskracht. Degene die overlijdt, heeft wel de ziel. Dus je doet eigenlijk ook nog steeds mee. En dat maakt, kort gezegd, zielskracht de blik die wat verder gaat, of echt verder gaat dan je leeft of je leeft niet meer. Dus het stopt niet bij de dood dan, want de ziel gaat door. Ja. Want waarom is dat belangrijk? Omdat het om die overledene gaat. Je kijkt terug in het leven van de overledene. En er zijn ook nabestaanden die nog waarnemen dat ze de ziel ook nog ervaren. Ja, en dat mag er dan zijn, denk ik. Wat vind jij mooi aan het werk wat je doet? Ik vind het mooi om zo dicht bij mensen te kunnen staan en dat voor ze te betekenen waarin ze zichzelf zijn. Dat vind ik het allerbelangrijkste. Wanneer is het goed? Als mensen mij zeggen, het was zoals we onszelf kennen. Het was zoals we onze dierbaren kennen. Het was geweldig. Ja? Ja, want het is meer dan het is goed geweest. Ja. Goeiedag meneer. Wat zegt u? Wat zegt u? Onderhalve aan het einde van de wereld. Ja, dag. Harmeling. Ik ben Klaas. Dit is een strooiveld. Het is een helemaal een strooiveld, helemaal. Ja. En bij wie bent u? Wat voor ik ben hier geweest, bij mijn echtgenoten. Zij ligt hier. We hebben hier zo rond. Mijn zoon, onze zoon, heeft dan zo helemaal rondom de boom helemaal uitgestrooid. Daar kom ik iedere donderdagmorgen voor hier. En dan komt er een lampje in, of zowel een kaarsje in zo. Die brand ik dan, die blijft zo staan. En dan kijk ik altijd naar de bloemen. Daar moet andere week kom ik weer. Komt er weer een nieuw boeket bloemen in. Voor dan. En dan kijk ik naar de planten. En dan zet ik de nieuwe planten neer. Dat is iedere week zo. Nee. En wanneer is zij uitgestrooid? Ze is voor 2 jaar terug, oktober. 26 oktober is ze uitgestrooid. Ja. En nog steeds iedere week bent u hier? Ik ben iedere week hier. Ja, iedere week trouw. En mijn leeftijd mag u ook weten, ik ben 87 jaar. Hoe oud is zij geworden? Ze is 85 geworden. Ja, ze is 85 geworden. Alzheimer. Door de ziekte Alzheimer. Ze is verpleegd in het Eldenstaten. Eldenstaten is verpleegd en dat is 3 jaar en 4 maanden is ze daar verpleegd. En daar is ze ook overleden. Ja. En, maar daarvoor thuis geweest? Voor die tijd heb ik er 5 jaar thuis verpleegd.
Jeetje. Want ze was in 2010 is geopereerd aan een nier. Had ze een gezwel in. Is recht de nier weggehaald. En vanaf die tijd heeft ze ook na de operatie een delier gekregen. En dat wil zeggen dat ze dan helemaal de weg kwijt was. En al die tijd, 5 jaar lang, heb ik te moeten verzorgen. Want daar is ze nooit meer helemaal goed uitgekomen? Ze is helemaal niet goed uitgekomen, nee. Nooit meer, nee. En hoe reageerde u daarop? Verdrietig. Maar wel steeds te zijn. Het is je vrouw, hè. Dus ja, en dat, ja. Alle liefde die ik van haar gekregen heb, al die tijd, die kan ik haar weer schenken. Ja. We zijn 59 jaar getrouwd geweest. Zo. 59 jaar getrouwd. En 62 jaar bij elkaar geweest. Ja. Dus toen het slecht met haar ging, ja, heeft u zo goed mogelijk voor haar gezorgd? Uiteraard. En wist zij het ook? Kon zij er nog over praten in de brand? Ze wist af en toe niet wat er aan de hand is. En dan vroeg ze, wat is er toch met mij aan de hand? En dan ging ze huilen. Ja. En wat zegt u dan? Beiden gaan zitten en dan uitleggen, proberen wat er aan de hand is. In, laat ik dan zeggen, met mijn boerenbestand, proberen om eraan uit te leggen, laat maar zeggen. En snapte ze het dan? Nee. Voordat ze opgenomen werd, ze is opgenomen, we zijn toen, mijn zoon en ik hebben er ook weggebracht. Er was een case manager, die kwam thuis. Ze zegt, ik breng papieren mee, meneer Hamelink, en dan gaan we de boel invullen, papieren invullen, want dit gaat niet langer meer. Je kunt dat niet langer meer voldoen, dat was ik, de leeftijd, hè, gaat spelen. En alle liefde die je hebt, wordt het toch te veel. En dan moet je een besluit nemen aan de kinderen, ik heb een zoon en een dochter, en je papa, neem dan toch een besluit, dit gaat zo niet langer. Maar dat heeft u tegengehouden? Nee. Zo meteen ben u weg, ben jij weg en daar hebben we niets meer. Maar u heeft dat wel tegengehouden een tijdje? Ja, uiteraard. Ik wilde het zelf doen, maar dat kun je niet meer. Want hoe is dan het moment dat ze door die deur stapt voor de laatste keer en weggaat? Heel moeilijk. Heel moeilijk. Ja, heel moeilijk. Je verdrietig, je huilt en je doet, ja. Het is je grote liefde. Ja. Het is mijn grote liefde, nog steeds. Ja, nog steeds. En daar heeft zij nog 3 jaar geleefd ongeveer? Ja, ja. 3 jaar en 4 maanden heeft ze nog geleefd. Ja. En als u bij haar op bezoek kwam, want u was ongetwijfeld vaak... In het begin was het, vond ze heel leuk, heel lief, dat ik binnenkwam. En ik was er ik heb het ruim een half jaar volgehouden, bijna iedere dag. En dat ging natuurlijk niet goed, hè. Je bent eigenlijk steeds een klein beetje afscheid aan het nemen dan? Ja, ja. Ik heb 3 jaar en 3 maanden heb ik afscheid genomen. Ja, 3 jaar en 4 maanden heb ik afscheid genomen. Dat is afscheid nemen. Dan is het echt afscheid nemen. 2 jaar terug, 4 augustus, is ze overleden. En hoe was het nemen van dat laatste afscheid? Ja, dat is emotioneel, hè. Maar we waren er allemaal bij. Kijk, het was zo, ze is de 31 juli is ze 's avonds gevallen. Het had ze de heup gebroken op 2 plaatsen. Toen zegt de orthopeed, we beginnen helemaal niet meer aan dat mensje, want... Ze woog nog geen 45 kilo. Yes. En toen werd er in besluit genomen, meneer Hamelink, we geven de morfine en een dormicum. Dat is een heel zwaar verdovingsmiddel. Valt ze in slaap, zegt ze. Valt ze helemaal in slaap, dan had ze overleden. En als u hier bent, hoe is dat dan? Daar ben ik helemaal bij. Nu ook. Ik ben helemaal bij. Wat betekent dat? Ja, wat betekent dat? Ik kan het niet onder woorden brengen. Nee. Dus als u hier bent dan... Ik voel gewoon dat ze bij me is. Dat voel ik gewoon, ja. En welk gevoel geeft u dat? Een fijn gevoel. Dat is een fijn gevoel. Dat is het liefste. Mag ik zo zeggen. Het liefste, ja. Zij is de liefste. Uiteraard. Grote liefde.